zij de trap af. En uit de tunnel komen zo dadelijk dan de spelers van PSV. Opstelling onderin. Met Ulslegel, Warmerdam, Janssen, Santiago. Voorkeur gekregen boven Van der Marel, Ter Avest rechts achterin. Emanuelsson, Van der Streek en Van Overheem. Emanuelsson op de plek van Maher. En zoals in de warming-up te zien waren, speelt Gustafsson vanaf rechts en Boussaïd vanaf links. Natuurlijk is Gustafsson een linkspoot. Ja, het is voor hem natuurlijk wel lekker om met zijn kwaliteiten naar binnen te komen. En we gaan zien wat dat gaat opleveren voor FC Utrecht. PSV ook het veld op. Onder leiding van aanvoerder Marco van Ginkel. En een 4-3-3 opstelling, ja, dat is op zich wat opmerkelijk, want dat is zo goed als niet voorgekomen dit seizoen. Ja, Donjan Malen is er vandaag niet bij. Gutsen wel, hij op 10. Zahavi in de spits en Gakpo en Vertessen zullen vanaf de flanken komen. Vertessen vanaf de rechterkant en Gakpo vanaf links. Janssen. Boussaïd. Nu tempo omhoog schroeven bij Utrecht. Dit is Warmerdam. Boussaïd om hoek in. Zouden door Van Ginkel. Door de benen van Ginkel. Warmerdam. Die kreeg hem niet in één keer voor. Had nog even een opkijkje nodig. Om te zien wat er allemaal in de 16 mee was. Ja, een prima begin van deze avond met Boussaïd. Ook door de benen van Ginkel. Moet hij nog een keer te vaak kijken. Kerk. Laat hem voor Gutsen. Dit is Van Ginkel. Vertessen. Zahavi loopt weg in het midden. Van Ginkel. Zahavi. Kan schieten. Zal het ook zeker en vast gaan doen. Want zo direct en doelgericht is de spits van PSV. Gustafsson. Links Warmerdam. Boussaïd in de 16. Kerk in de 16. Deze als laatste dus een hoekschop voor FC Utrecht. De afdraaier en daar Santiago overgetikt door Mvogo. Moest hem in één keer nemen. Stuitje. Ik denk dat hij over was gegaan, maar Mvogo het zekere voor het onzekere. Het levert de volgende corner op. Weggekopt door Van Ginkel. Emanuelsson. Gustafsson. Boussaïd. Janssen is daar nog voorin, maar krijgt geen contact met de bal. Boussaïd. Tussendoor komt Van Overheem nog aan de bal. En nog een keer. Sangaré met de overtreding. Bal snel genomen. Van der Streek. Rechts is Gustafsson. Met zijn linker. Nee, hij geeft hem toch voor. Aan Kerk. Ruimte voor Gakpo. Ter Avest kwam, maar liet daardoor Gakpo alleen terug naar Zahavi. Tuurlijk, dit is een goal. Nee, want Ulslegel met een geweldige redding. Dit had hem wel moeten zijn, zeg. Waar Ter Avest ineens weg was, Gakpo voorbij aan Santiago, dan terug naar Zahavi. Maar Ulslegel met een prima redding. Had hem moeten zijn. Pas precies. Kerk. Vrij trap in het voordeel van FC Utrecht. Gustafsson met links. Boussaïd met rechts. Dat zijn de opties. Het wordt Gustafsson met links. Achterin Van der Streek. En een treffer. Op zijn naam. Of wellicht op naam van Armando Obispo. Afhankelijk van wie hem, of hij hem voor of achter de lijn nog aanraakte. Het is in ieder geval 1-0. Van der Streek, geen buitenspel. Zijn kopbal, Obispo. Ja, dat is nog spannend. Of hij hem voor of over de lijn als laatste raakte. Want dat hij hem als laatste raakte, dat is duidelijk. Ik denk dat hij voor Obispo is.
Obispo. Van Ginkel uitkijken, ja. Goed werk van Emmanuelsson. Goed werk als hij bij Kerk komt. Dat komt inderdaad. Kerk en dan Mvogo. Prima. Uit zijn doel gekiept door de doelwachter van PSV. Waarbij Kerk net niet voorbij Mvogo komt. Dit is een lastige bal voor Kerk. Max in de buurt en daarna kwamen ook Gutsen erbij. En Max. Die twee gaan gewoon lekker door hier. Gutsen. Net niet fijn voor Gakpo. Van Ginkel. Deze dan. Van Ginkel. Sangaré. Dreigt even met schieten. Komt er met een prima paas op Vertessen. De redding is van Ulslegel. Meer bal zit PSV, maar schiet grager zijn de Utrechters. Om dat onder bewijs te stellen, en Mvogo heeft daar last van. Het warme bal van Warmerdam was hij die zijn lichaam niet helemaal geweldig achter de bal kon krijgen. Het schot van Warmerdam komt Mvogo goed weg. Van Ginkel. Sahavi in de bal. Rechts, mogelijkheid voor deze wellicht. Sahavi druk aan een wandel. Verginkel, Zahavi en Gakpo. Tweede helft erg sterk begonnen. PSV levert dat ook iets op. Ja, dat levert ook iets op van Ginkel met de treffer. Sterk begin in de tweede helft van Roger Smit en zijn manschappen. En dat levert dan de 1-1 op. De verdiende 1-1. Combinatie door het midden. Van Ginkel daar vrij. En waar zijn vader Alex van Ginkel één keer scoorde namens FC Utrecht. In seizoen 87-88 scoort deze Van Ginkel namens PSV. De 1-1. Dat is Max. Overlopers van Gutsen. Dan wat schieten, dan wat rechts. Oeh, nou, bijna. Zeker ook omdat Zahavi daar nog bijna contact met de bal kreeg. Dat was dan wel buitenspel geweest, denk ik. Max naar binnen, dan met rechts, dat is verrassend. Nou, ik denk niet dat het buitenspel was, maar goed. Gutsen. Max. Max richting Zahavi. Zahavi kan aan. Nee, oh, geweldig verdedigde Van der Marel. Leek toch voor Zahavi te zijn om uit te halen. Geen buitenspel, omdat Viergever daar nog stond. Dalmau. Dalmau prikt ernaast. En zo gebeurt er best veel. Zo ineens links en zo ineens rechts. Met kansen voor de spits. Van der Marel voorkomt de grote kans voor Zahavi. Geen buitenspel. Dankzij Viergever. En Dalmau met de kans. Hij prikt hem naast. Wegkopt Obispo, opgevangen deze. Gutsen met Van Overheem. Max. Rechts Pirou, Zahavi in het midden, links Gakpo. Pirou. Pirou, zeer doelgericht, altijd en immer. Deze. Pirou, deze was doorgelopen. Pirou. Gakpo. En dit is Zahavi. Dan komt deze nog een keer. En zo lijken de PSV'ers daar in de 16 van Utrecht net een aanname te veel nodig te hebben. Zahavi voor PSV. En die gaat net naast. Dan krijgt PSV aardig wat kansen. Sangaré. Oog maar inderdaad op het middenveld. Santiago Bergström is het centraal verdedigingsduo. Deze moet ze gewoon doen van Gustafsson en van Boussaïd. Dat is er eentje te veel.
Silla. Oh, in het midden. Dalmau krijgt hem goed mee. Dalmau. Mvogo. En dan kan Viergever opruimen. Tweede kansje voor Dalmau. Viergever eerder bij de bal dan Silla. Max. Opnieuw van Gutsen naar Sambo. Pirou. Van Ginkel. Pirou. Oh, Sangaré liet lopen, maar Viergever leek nog zijn sokken op te trekken. En dus niet direct in staat om daarop te reageren. Gutsen. Die toch blijft een beetje hangen. En dus kan deze makkelijk op de helft van Utrecht komen. Max. Schept bal vol van Ginkel. Daarachter is nog Pirou. Balletje terug. Sambo. En dan is deze voor Ulslegel. Zo blijft PSV tweede. Kunnen ze zich voorbereiden op voorronde Champions League. Want deze wedstrijd eindigt in 1-1. En Utrecht eindigt zesde. En weten ze dat ze het thuisvoordeel hebben in de eerste play-off ronde. Van de streek met de 1-0. And that's the way I like it. Van Ginkel dus met de gelijkmaker. En dat zorgt ervoor dat PSV tweede eindigt voor onze Champions League. Alleen nog even afwachten wie de Europa League finale wint. En voor PSV zou dat gunstig zijn als dat Manchester United is. Want dan komen ze een voorronde later in het toernooi terecht.